Ria Buysens bezoekt het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In haar kielzog volgt Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Het museumbezoek gaat vlotjes, want Ria kan alle zalen bereiken dankzij verschillende liften. Maar dat is lang niet altijd het geval. Sommige musea of erfgoedsites kan je alleen maar via een steile trap betreden. En als je dat niet op voorhand weet, dan valt zo'n gezellig dagje uit al snel in het water voor mensen met een beperking. Vroeger was dat van, oei, hoe gaan we geraken? Hoe ziet dat eruit? Wat is dat daar? En allerhande vragen in je hoofd. En dan was het dikwijls een zoeken op de web. De meeste musea hadden wel al een website, maar dat stond dan zo verdeeld. En alle musea onder een andere noemer. En dan was het heel veel zoeken en niet alles stond er dan in en zo. Maar die ergernis moet binnenkort tot het verleden behoren. Althans wat de stad Gent betreft, want zij stelde vandaag hun toegankelijkheidswijzer voor. Een lijvig document waarin alle toegankelijkheidstroeven voor de 13 Gentse musea en erfgoedsites uit de doeken worden gedaan. Alle informatie daarover wordt kenbaar gemaakt via de website van het museum of de erfgoedsite. Zo kunnen mensen met een beperking hun bezoek goed voorbereiden en komen ze niet voor verrassingen te staan. De toegankelijkheidswijzer werd dan ook in samenspraak met deze doelgroep opgesteld. Gelijke kansenbeleid en toegankelijkheidsbeleid is altijd een beleid waarin je moet samenwerken met heel veel partners. Je hebt het arrangement en het bondgenootschap nodig van veel verschillende betrokkenen. Maar misschien het allerbelangrijkste voor ons is dat we dat altijd samen met de mensen zelf doen. Daarom werken wij structureel samen met ervaringsdeskundigen die in onze klankbordgroep, die 2 wekelijks samenkomt bij de stad Gent, zelf signalen kunnen aanbrengen die we dan verder onderzoeken. Het Museum voor Schone Kunsten in Gent dient als prototype voor alle andere musea en erfgoedsites in de stad. Voor de prestigieuze tentoonstelling Oh My God, Van Eyck was hier, werd dan ook alles uit de kast gehaald om de verschillende museumzalen toegankelijk te maken voor iedereen. Men staat er ook soms niet bij stil, maar ook de hoogte van het meubilair als rolstoelgebruiker, dat die perfect voor tijdens die expo zichtbaar waren. Ook de bordjes voor mensen die minder goed zien, om die effectief op afstand, het lettertype, de kleurschakering, de groottes en dergelijke meer, die zijn ook allemaal aangepast in functie van mensen die minder zien. Ook voor blinden zijn er ook voelplaten ontwikkeld geweest, zodat men ook toch een impressie had van wat valt er daar te zien. Men kon het effectief ook voelen. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers was in ieder geval onder de indruk van de inspanningen die de stad Gent tot nu toe al heeft geleverd om de openbare gebouwen voor iedereen toegankelijk te maken. Gent speelt hierin een voortrekkersrol, zegt hij, om het toegankelijkheidsbeleid door te trekken naar andere Vlaamse steden en gemeenten. Je mag niet vergeten dat 15% van de mensen in Vlaanderen, dus 1 miljoen Vlamingen, op een of andere manier een beperking hebben of een langdurige ziekte, ja, die toch wel extra aandacht vraagt. Hè. We kennen natuurlijk de mensen in een rolstoel, maar ook mensen die slechthorend zijn, slecht kunnen zien, autisme hebben. Ja, dat zijn mensen die toch wel extra, laat ik zeggen, vragen hebben en die moeten we ook beantwoorden. En dat doen nu net die toegankelijkheidswijzer. De voorbije 10 jaar was het eigenlijk vaak botsen op allerhande drempels en nu zien we steeds meer opening, zowel voor mensen die blind zijn, voor mensen die doof zijn, mensen in een rolwagen. Dus op die manier hebben wij een veel meer evenwaardig gevoel en hebben wij veel meer die toegankelijkheid.